Een veld vol dames tijdens de warming-up. Klaar voor een stukje hardlopen voor Pink Ribbon. Althans de meeste. Jente heeft haar eigen goede doel. Van Bibi. Zij is ziek en zij zit bij iemand in de. Zij zit bij mij op school en zij is heel ziek. Zij heeft een zeldzame kanker en haar broertje is daar ook al aan overleden. Dus daar wil je dan wel wat voor doen. Rennen. En dat doen steeds meer vrouwen. Ja, vrouwen die jaren geleden dachten van hardlopen, nooit van mijn leven. Die zien nu gewoon langs de straat lopen, trainen. En die denken ook van, ik ga lekker sporten en laat mij maar lopen. Dan moet je vandaag een best eindje rennen. Heb je nog geoefend? Ja. Ja, hoe dan? Op de Wii. Op de Wii, gewoon in de woonkamer? Ja. Zeg, en ik zie geen gymschoenen, hoe zit dat? Nee. Nou, die zitten nog in de tas. Maar vlak voor de strijd komen die schoenen echt wel tevoorschijn. En kan Jente met honderden anderen op weg voor de moeder- en dochterloop. En in totaal leggen vandaag ook nog eens 1400 dames de 5 of 10 kilometer af. Eigenlijk de boodschap van Pink Ribbon is minder kans op borstkanker door meer te gaan bewegen. Dus dat doen we met z'n allen hier. Jente haalt met glans de finish. En ze heeft ook nog eens een aardig bedrag bij elkaar gelopen. Volgend jaar weer? Misschien. Voorlopige opbrengst van een middagje rennen in de zon. Ruim 6000 euro voor het goede doel.